Hermane presenteert zijn nieuwe concert met een vleugel op wereldreis. Een selectie van eigen composities die ons meevoeren naar exotische uithoeken van de wereld. Hermane is in Afrika opgegroeid en heeft daarna in een tiental landen gewoond, waar hij zich steeds liet onderdompelen in lokale muziekstijlen. Na zijn studie ging hij als pianist naar de Antillen. Daarna woonde hij jaren in Zuid-Amerika, waar hij zich onder andere in de tango verdiepte. Sinds een aantal jaar woont hij in Andalusië, land van de flamenco. Als gepassioneerd componist streeft Hermane ernaar nummers te schrijven die op een tijdloze manier mooi zijn. En tegelijkertijd ook muzikaal uitdagend, ver voorbij de gebruikelijke vier herhaalde akkoorden van meeste hedendaagse muziek. In zijn composities speelt de piano de hoofdrol. Soms aangesterkt door synthesizer texturen en vocale harmonieën die hij simultaan live bespeelt zonder vooraf opgenomen achtergrondtracks. Soms improviseert hij de nummers aan elkaar, om de flow niet steeds te onderbreken. Als met een accordeon en een contrabas en een viool. Op andere momenten pauzeert hij om het publiek over de oorsprong van bepaalde nummers te vertellen. Maar ik hoef het niet helemaal alleen te doen, want ik heb jullie. Hij betrekt het publiek regelmatig erbij, met klappen en zingen. De opnames hiervan kunnen zij later online terugvinden. Aan het einde van het concert verrast hij het publiek met een flashmob van zangers die al zingend het podium opkomen lopen. De reacties van het publiek zijn stevast enorm positief, zowel over de muziek zelf als ook over de geweldige participatieve middag of avond die zij beleefd hebben.